Hallo, ik ga laten zien hoe je een inleveropdracht in Google Classroom plaatst en hoe dat er vanaf de leerlingkant uitziet. In deze groep ga ik een inleveropdracht maken, dat is deze. En die opdracht, dat is mentorbrief. Lever hier je mentorbrief in. Over het kamp. Nou, daar hoort een datum bij. En de datum, dat is bijvoorbeeld aanstaande maandag wil ik hem uiterlijk om 12 uur hebben. En ik ga die opdracht plaatsen. Daar is die. Weergeven. Hier zie je de mentorbrief opdracht staan. Als ik hierop klik, dan zie ik 28 leerlingen die hierin zitten niet klaar. En er zijn er 0, die hebben hem al afgerond. Hier kan ik alle leerlingen zien die dus dat niet hebben afgerond. Dan ga ik in een ander venster. Hup. Als leerling. Leerlingnummer. Inloggen bij diezelfde groep. En ik zie nu dat hier een opdracht staat. De leerling die moet dan op de opdracht klikken. Mentorbrief. En dan kan hij twee dingen doen. Hij heeft misschien al iets gemaakt en dat gaat hij hier aan toevoegen. En dat zit in zijn Google Drive of het is misschien een prezi, want het is een presentatie die hij heeft, een linkje. Of het is een bestand vanaf de computer, een filmpje of iets dergelijks. Maar deze is nog veel beter en daar kan de leerling ervoor kiezen om dat te gaan maken. Dus die gaat de mentorbrief, gaat een document typen, hij klikt op maken. Het document wordt nu aangemaakt. 1, 2, 3. En de leerling kan aan de slag. En je ziet hier aan de naamgeving dat de naam van de opdracht plus de naam van de leerling die zijn toegevoegd aan dit bestand. De leerling hoeft dus niet meer te denken aan de doc 01, hoe heet die ook alweer? Want leerlingen hebben, als ze niet dit goed leren, hebben ze een Google Drive vol met naamloze documenten. Automatisch vanuit Google Classroom krijgt de opdracht, het document krijgt dus al de naam van de opdracht plus de naam van de leerling erachter. Nou, de leerling kan het gaan typen en doet zijn best en doet zijn best. En vervolgens schijnt hier rechtsboven een knopje, die als je niet in Google Classroom werkt, daar niet zit, een knopje met inleveren. Hij kan hem vanaf hier inleveren. Hij kan hem ook hier inleveren in Google Classroom. Ik druk even op inleveren. Het is gebeurd. En dan vraagt Google Classroom nog even, weet je zeker dat je het wilt inleveren? Ja, ik ga het inleveren. Inleveren. En het is klaar. Hij is gemarkeerd als klaar. En als ik nu als docent, hup, weer inlog. En ik ga hier kijken, dan zie ik hier instant dat hier 1 iemand heeft hem afgerond. En dat is deze meneer. En hier staat die mentorbrief. En als docent kan ik nu ook op die tot bestand klikken. Bestand gaat open. Ik zie hier de naam van de opdracht, de naam van de leerling. En ik zie precies wat die leerling heeft gedaan. Ik kan daar zelf misschien wat commentaar op geven. Ik selecteer een stukje tekst. En ik zeg hier, wat bedoel je precies? En de opmerking is geplaatst. En dat betekent dat de leerling nu weer een soort opdracht krijgt van mij om daar weer mee aan de slag te gaan. Als die leerling daar weer aan de slag wil gaan, want het document is wel van de leerling, maar de docent heeft nu alleen maar bewerkingsrechten. Dus als de leerling daar weer iets mee wil doen, dan moet hij inleveren ongedaan maken klikken, dan gaat hij hem weer terugtrekken en dan kan hij vervolgens daarmee aan de slag. Want als deze leerling nu op zijn mentorbrief klikt, kijk, dan zie je een hele andere interface hierboven, want er staat dat het een alleen weergeven optie is. Dus die leerling die kan alleen maar de opmerkingen zien die weergegeven zijn. Die kan er zelf niet in werken. Dus als die leerling erin wil werken, moet die inleveren ongedaan maken. Veel succes!